Hey, vandaag, heel leuke dag die ik normaal, kijk elke keer als ik gewoon film niet in mijn kamer, is dat een speciale dag. We gaan naar Brussel vandaag. Deze camera is kapot en hij stelt eigenlijk niet meer goed. Sorry man, wee. Ik ben nu thuis, het is ochtend. Ik neem mezelf een breakfast. Looking good. Daarom kook ik niet. Ik ga naar Brussel vandaag omdat ik bijna 2 jaar een relatie heb met mijn prachtige vrouw. De dag waarop we echt 2 jaar samen zouden zijn, dan ben ik op skivakantie. Ik denk dat zij 2 jaar geleden nooit had gedacht dat ze nu nog samen ging zijn met mij. Ik hoopte dat wel, snap je? Ik dacht van misschien is ze me nog niet bijna 2 jaar. But we're still in love. She's still love me all over. Als je een relatie hebt met iemand, je moet dan niet alleen tonen in cadeautjes en zo. Maar een cadeautje is altijd wel keerlijk, toch? Mijn vriendin was op vakantie en zij is daar haar portemonnee verloren. Het is fucking moeilijk voor haar om terug naar België te komen, want ik haar identiteitskaart was weg. Alles zat daarin, die portefeuille was gestolen. Ik heb gewoon een nieuwe identiteitskaart laten maken. Vond jij dat ook een goede mop? Marcel. Marcel, vind jij mopjes leuk? Kleine Marcel. It looks so good in here in my room. Wow, it's cleaned up. Wow. Creator Konatijn XAZIT. Ik heb dit zeker helemaal niet gelijk, Creator Konatijn. Het is de andere pussy. Deze is wel leuker, snap je? Ik weet niet wat deze helft dagen doet, maar... Kleine pussy. Alles goed, kleine pussy. Als ik een kat zou kunnen zijn, hoe ik zo hele dagen voor het raam leg. Jij moet niks doen, hè, pussy. Je moet gewoon een beetje leggen. DHL had mij gescamd en ze had al gezegd van het cadeau komt pas in de avond toe. En ik moet straks vertrekken naar Brussel. Dus ik had al gezegd tegen haar van ja, ik kan je cadeau niet meenemen, man. Ik krijg het pas in de avond. Daarnet om 8 uur 's morgens wakker gebeld en heb ik het wel. Is pussy. Is a present. You like it? Hij zei nice, a present. Dus. Ik vind wel een leuke doos, though. Ziet er wel nice uit. Is een nice present. Oh, we got this. Oh, that's so cute. Het ding is dus, ze weet niet dat ik deze ga mee hebben. Want ik had al gezegd van ja, ik ga die nog niet hebben. Dus ik neem die wel een andere keer mee. Wat heb ik gekocht? Ik heb een nieuwe portemonnee gekocht. Oeh, nee, Van de Gens is so sweet. Creator Konatijn XAZIT. Oeh, is een little bag. Dat heb ik gekocht. Nu weer veranderen van plek omdat ik een domme grap heb gemaakt. Oeh, is een nice purse. You can see that. Is quality. Is Fendi. Is een nice, beautiful purse. Van die stand-up voorkant wel leuk, snap je zo. Van leer, mooi, pretty. Open doen, daar zitten allemaal dingetjes. Besef je dat die kat echt grote voeten heeft? De prijs voor de grootste voet gaat naar deze kat, man. Ja, lik maar aan je piemel. Mm. Nice. Ik denk dat het tijd is om te douchen, want ik kan niet zo naar mijn vriendin gaan. Dan ben ik lekker op een hulpbewoner zo. Hey, hey. En kom uit op de bie, net een poep, ja. Dit is fucking lang, besef. Ik ben mijn kast aan het zoeken naar mijn PSP. Omdat ik deze terug had gevonden. Godverdomme, man. Ik kijk hier naar. Hoe je, ik krijg flashbacks naar vroeger. Ik doe mijn kast op, ik vind mijn PSP terug. En wat vind ik nog terug? Ik heb rare kippenvel als ik hier naar kijk, man. Deze games. Ratchet & Clank 3. Budokai 3, deze dingen. Kijk, mensen, vloggers maken altijd van die leuke trein edits, toch? Let me show you how to make a real cool trein edit. Hey, let's go! Hoe ik is Carlootje. Kom hard op die beat, net een popje. Want ik heb 2 broertjes en ze eten allemaal koekje. Ben te rustig, allemaal broodje. Ik heb heel veel dingen gehoord. Als ik kom, ook die rennen ze weg. Ze weten dat ik de baas ben, maar toch doen ze gek. Dit is een treinvlog, man. Besef dit weer. Dat is niet goed, man. Het is februari. Stel jullie even voor dat het weer zo blijft. Het is winter nu, maar de seizoenen zijn duidelijk zo aan het doordraaien. Stel je voor dat het weer zo blijft. Dat het niet meer kouder wordt. Dan gaan wij zomer hebben in april en mei. Dan gaat dat herfst zijn in de zomer, yo. Dan is het ripped, snap je? Dus beter wordt het wel nog een beetje koud dan. Als het weer zo blijft, dan gaan we koude juli en augustus hebben, man. Dat is dus niet chill voor de mensen die nog naar school gaan. Snap je, voor mij is dat geen probleem, hoor. Ik ga op strand gaan, hoor, in mei, maar... I'm praying for you guys, man. Hey, let's go into the city. Let's find my girlfriend. Hope she there. If she not there. Is she not there. If she there. We gonna eat something. I'm gonna eat something. PlayStation 2. 40 euro. Plus 1 spel. Wil je zien mee? Pak maar vast. Oei, ik ben dus aan het twijfelen om... Nou, aan het twijfelen, ik ga het gewoon doen hoor. PlayStation 2, plus 1 spel. En like, ik heb deze al, maar de mijne loopt de hele tijd vast. En moet je dan niet dit spel nemen? Nee. Of is dat nee, we willen niet Commandos 2 Men of Courage. We willen deze. Dit is een great idea. We gaan doen dit. Monsieur, est-ce que je peux acheter là? Shh, oh my god, ga naar daar. PlayStation 2, with the free game. Toen nog één iemand.
op een van mijn foto's op Instagram dat zet, I'm gonna shoot you guys. Ik doe niet creator coconut when I eat it. Ik speel Uno. Zij speelt Uno. Ook? Massive Uno plays. PlayStation 2. Can I choose the game? Oei, je mag niet kiezen. Je mag niet kiezen. Hij mag niet kiezen. Ik mag niet kiezen. He doesn't get what he wants. Creator Coconut X Ace It. Of een van de Pokémon sloffies? Ik wil die. Wil je die? Ja. Oh, er was op echt enkel dit soort winkels in Brussel. Like, hoe cool is dit? Like, Pokémon Monopoly. Some games. Some more games. Some weird Yu-Gi-Oh! Type of. It is pretty. Vind je dat lastig dat ik altijd dingen voor mezelf koop? Nee, je verdient dat wel. Je koopt ook dingen voor mij, it's okay. Open it up. Open it up. Open it up. Huh? Open it up. Oh my god, stop. Open it up now. Oh, spud. Ik dacht dat dit de PlayStation was. Maar dan is het niet erg. Oh, wat? Sorry, man. Allee, we gaan hier gerobbed worden op straat. Echt gek. Oh. Even ergens anders. Daar is wat uit. You're so nice. From butt. New purse. A new purse for my wife. Do you mean a wallet? Oh, it's gorgeous, baby. It's so pretty. Dankjewel, je bent echt super. I love you. I bought a PlayStation 2 for myself and a new wallet for my girls. Ah, oh, maar sir. Je bent echt heel. Deze niet verliezen, alsjeblieft. Maar ik ben hem niet verloren, is gestolen. Oké, okay, fuck the robbers. Ik wil hem zeggen, heeft. Wat fucking scam, dat is een echte. Wat? Ze zijn we even een gratis controller erbij, waar is dit voor zooi? Hé? Dit is geen PlayStation controller. Dit is fake. Niemand speelt met die shit. Hé? Wat een scam! Gratis spel dat ik erbij heb gekregen, Commandos 2. Ooit van hoort iemand? Dit is een fake controller. Oei, ik krijg dit niet meer uitgezoomd. Ja, ja, onderweg, onderweg. Denk ik. Ze zijn... Qua? Voor de PlayStation doe je maakt niks op de zaak. Ik weet, maar j'ai reçu ça, mais c'est pas juste. Dit is... 10 euro! Ik heb hier... Ik ga terug naar die winkel. Natuurlijk heeft deze winkel mijn scam controller. Wat is dit voor Pikachu? What the fuck happened to... Oh, ik ga nu naar binnen gaan en ga zeggen, yo, where's a real controller, man? Hey! We hebben weer gehaald. Was a good trade. Misschien in die andere winkel. En was je boos? Nee, hij was vriendelijk. Okay. Hij zei gewoon wat beginnen, sorry. En dan zei ik, kan ik 10 euro terugkrijgen? En hij was like, oh, thank you. Ja, dan de volgende winkel maak ik ook wel een hapje. Heb je honger? Beetje. 10 euro, we zijn wat weer geld. Geen idee waar ik ben. In deze winkel kan je makkelijk iced out gaan. En ze hebben mooie hoeden. Snap je? Zo van die jongens die op je schoolpoel lopen met zo'n dikke ring. Zelfs van, yo, is van mijn oma. 3,90. You can get iced out. How much for the box? Brussel is over rare dingen, man. Maar wat is dit? Hey, Mackie? Ja. Ja, Mackie, let's go. Hey, maar die Royal Bacon is back. Maar ik doe niet als ik dat lees. It's back. Shout out Mackie. Always Mackie, Mackie gang. Oké, mijn bankkaart is een CC2, ik kan hier niet aan doen. Ja, tuurlijk. Ik wil dat overschrijven. Maar doe het, doe het. Welke sausje? Barbecue, obviously. Sioes. Tapas bravas. Wat is die? Ik neem die ook. Fun fact. Eigenlijk eet Nathan echt niet veel. Enkel als hij drinkt of zo dat andere doet. Wat doe ik anders? You take some herbs out of the garden. In de Riesla. Wat, Riesla? Wat? Oei, heb je gold smokes? Who the fuck are you? Oei, sorry. Ja, oké. Shhh. It's back. It's back. Zijn een Mackie, waar blijft die fucking food, man? Wat is dat ding? Is dat van jullie? Hallo Mackie. Waarom heb je 3 Long Island iced teas gekregen in plaats van 2? Ja, ze zei iets van dat niet goed was gemaakt en dan heeft ze de mislukte ook maar gegeven. But we didn't really get... Even een tip van ons. Dus Annalisa, wat zit er in Long Island iced tea?
Gin. Gin. Vodka. Vodka. Cola. Cola. Triple sec. Triple sec. Witte rum. Witte rum. Dus er zit geen iced tea en een Long Island iced tea. Facts! Ja, die was weer in het schermpje aan het kijken, hè? Ja, heel al heel tijden. Ja. Ik ook eigenlijk een beetje. Wat is dit zelf? Ik heb dit niet eens besteld en ik ga dit eten. En. Dat is die bacon. Oeh, de bacon is back. Oeh. Het ziet er misschien een beetje slim. Oeh, is good. Op. Alles is op. Oh, great. They really. Work. Maar ik zie er zo slecht uit. Wow. Moet je een schermpje kijken. Die mag nooit een schermpje kijken. Maar dan zie ik niet een slechte kruid. Moet je er een slecht uit? What happened? Wij zijn de enige mensen in de McDonald's dat praten met elkaar. Maar de rest zit op een telefoon. Al de andere mensen zijn gewoon zo op een telefoon. Wat gaan we nu doen? Wat? Hallo. Ooh, I enjoy that. I love you. Je moet dat wel kutten, man. I love you. Ik ga dat gewoon eruit bieden. McDonald's was great. 8 op 10. What the fuck, echt een 10, sorry. Hey. Nice klok, man. Creator komt dat ik zeg je zit. Stop met me daarmee te spannen. Zeg dat wel even. Maar nee, dan ga ik nog meer van die comments krijgen. Creator Conan, dat ik zeg je zit. Creator Conan, X-Acid, want ik kon Acid niet schrijven of uitspreken. Misschien film ik nog even wat die Domino's guy komt met die chaps. Anders. It was a great day. Now we're in Brussels. Domino's Pizza zet. Domino's Pizza zet dat klaar is. Ondertussen. Zie ik helemaal niks. Die moelleu van Domino's zet nog bol. Mm-hmm. Mensen beseffen niet. Mm-hmm. En wat eet ik? Ja, een hele box. Yes. Mm. Mm. Oliebollen met chocola. Hey, boys. Vlees komt er, oh fuck. Die oliebollen gevuld met chocola van de fucking Domino's zijn echt beter dan pizza's, man. Malheu van Domino's. Malheu van Domino's. Mozzarella sticks van de biezen. Van de biezen. Een ijsje van de Kwik met speculoos. Een ijsje van de Kwik? Hey, hoe spreek je churras uit? Churras. Dames en heren, om deze video af te sluiten, wil ik graag zeggen... Bang.